Midden in de weilanden in de gemeente Hollandskroon ligt het voormalig vissersdorpje Kolhoorn. Vroeger had het dorp meer winkels en ook een café, maar die zijn nu gesloten. Ook de Laurenskerk dreigde door hoge energiekosten en achterstallig onderhoud te moeten sluiten. De kerk is opgeknapt en is nu een belangrijke plek voor de bewoners om samen te komen. Komt u wel eens in de Laurenskerk? Jazeker. We zijn de afgelopen zaterdag nog geweest. Dat was een mooi concert. Heel veel tentoonstellingen worden er ook gehouden. Ja, even in en uit. De kerk is niet meer in gebruik voor religieuze doeleinden, maar heeft door de inzet van bewoners een nieuwe functie gekregen. Kijk, we zijn in het kleine Kolhoorn, 840 inwoners. En er is eigenlijk niks. Je kunt hier prachtig wonen overigens, ook heerlijk bijkomen. Maar je moet ook nog wel wat te doen hebben als je wilt. Kaarten, klaverjassen, biljarten of gimmen. Dan moet je wel iets hebben. En dat is onze kerk, die we de dorpshuiskerk noemen, want ook het dorpshuis staat ernaast. En die hebben we eigenlijk keihard nodig, willen we onze samenleving hier op het platteland een beetje levend houden. We hebben hele grote rollen vilt aangeschaft om die over die kille, koude grafzerken heen te leggen. En dan kun je heerlijk liggen. En dan is het yoga op muziek. Je kunt spelletjes doen, je kunt er biljarten, je kunt zangles nemen, stemexpressie, je kunt er yoga doen, je kunt er gaan fitnessen, je kunt geknipt worden ook nog. Hier is hij wel erg lang, wat? Ja. Maar het is ook al een tijdje geleden. Dus, ja. Hoe is het om naar de kapper te gaan hier in de kerk? Nou, fijn. Mooi dichtbij. Ik vind het heel goed, want ik denk dat heel veel mensen nu meer onder de mensen zijn. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Je ziet dus alles uit de dorpen verdwijnen. De mensen moeten al verder weg. En je hebt ook mensen, wat oudere mensen, die hebben geen auto. Het is toch fijn als er ook nog wat op het dorp gebeurt. Peter Oudsoren werkt voor de provincie en heeft als opdracht om zoveel mogelijk monumentale panden te behouden door ze een nieuwe toekomst te geven. Monumentale panden zijn natuurlijk het bewijs van een rijk verleden en van hoe mooi het land vroeger in elkaar zat. En is ook een soort onderdeel van de identiteit van een stad of een dorp. Maar ook voor de samenhang tussen de mensen, de verbinding van de collectieve dingen die je doet. En we doen eigenlijk steeds minder dingen collectief, dus daarom raken kerken vervallen of leeg. En als we dat nou weer een beetje op gang krijgen, dan kunnen ze weer die nieuwe centrumfunctie van zo'n dorp vormen.